meest succesvolle Nederlander van allemaal in de Brabantse pijl. Luca Paolini. Is de ploeg er klaar voor? Ze staan hier al te trappelen, ze staan nog wat uit te leggen. Salut Antoine, ça va? C'est dommage, hein? Vandaag, wat is een triest moment. Het zijn trieste momenten voor de wielerwereld. Mag ik een hartverwarmend applaus voor de mannen van Fernandes Willems. Zeer moedig van hen allemaal. Hier staan ze allemaal. We gaan ze nog een keer een hartverwarmend applaus geven, mensen. Het is nodig. Het is nodig. Michiel, het is heel moedig van jullie dat jullie dit kunnen, willen. Ja, dat jullie dit doen, echt waar. Ik doe er mijn klak voor af. Ja, ik denk dat het voor iedereen inderdaad de meest heftige dagen zijn geweest die je kan voorstellen. We geloven er eigenlijk in dat dit hetgeen is wat Michael wilde. En dat dit ook hetgeen is wat het beste remedie is om dit te doen. We spreken vaak van een ploeg, een team. Het woord team en ploeg bij jullie misschien loos begrip, dat hebben we nu de voorbije dagen wel gezien. Jullie hebben elkaar waarschijnlijk bijna niet losgelaten de voorbije dagen. Nee, en dat is denk ik ook logisch en noodzakelijk. Iedereen verwerkt het verdriet op zijn eigen manier. Maar het beste is om dat met elkaar te doen. En, we waren al een echte groep, een echte vriendengroep. En, het is helaas door dit tragische ongeval eigenlijk nog maar meer geworden.
Maar het blijft een ongelooflijk verlies en een heel moeilijk bevatten. Oké, Michiel, straks nog een minuut stilte. Mark je wel een applaus. Ze rijden hier vandaag met Sean de Bie, met Dries de Bond, met Matthias de Witte, met Huub Duin, met Arjen Lubijns, met Elias van Breusigem en met Zico Whitens. Het voltallige team van Fernandes Willems Treeland neemt plaats. Niet alleen zijn ze in de groep. We gaan zo meteen al verder samen op een van stilte speciaal voor Michael Hoogmaak. Ze hebben zorg gemaakt voor de familieleden, voor vrienden die het moeilijk hebben. Door de gebeurtenissen op naar de spanning te brengen.